She's up all night to the sun. We're up all night to get some. She's up all night for good fun. We're up all night to get lucky. She's up all night to the sun. We're up all night to get some. She's up all night for good fun. Geweldig. En goedenavond, dames en heren. Dit is onze huisband Dorian Gray. Zij staan ons bij gedurende de hele uitzending. U zult getuige zijn van een bevalling van een nieuw televisieprogramma. Want dit programma bestaat niet eens. Het wordt nu geboren. Bevalt het een beetje? Ja, het is volop aan het bevallen. Het heet Mic's Up. Het is een speels muziekprogramma. Er is een centrale gast, dat is een topmuzikant. U kent hem wellicht van de Galactico's, topband uit Hasselt. Echt grote fan daarvan. Van Roadburg en nu ook van een nieuwe band, Wiz. Hij is de centrale gast vanavond. Gitarist, zanger. Die wordt uitgedaagd door iemand waar hij naar opkijkt. En dat is een legendarisch Limburgs figuur uit de 60's. Met zijn band The Shovels brengt hij binnenkort weer een nieuwe plaat uit. Dat is de uitdager. En die uitdager daagt dus de muzikale gast uit om allerlei dingen te doen. Dat is het programma. Begrepen? En de titel is Mic's Up. Hier zijn onze gasten, dames en heren. Erik Debny en Siegfried Smeets. Dag Erik, goedenavond. Dag Siegfried. Alles goed? Geweldig. Dat is allemaal gerepeteerd. Geweldig, hè? Een echte binnenkomer. Echt, ja, dat is een binnenkomer, ja. Erik, jij bent een stuk ouder dan Siegfried. Van waar ken jij Siegfried? Ja, van de Galactico's en zo. Van de Galactico's. Ja. En van waar ken jij Erik? Ja, van de Shovels. Ja. Vertel eens voor de mensen die de Shovels niet kennen. Ze hebben binnenkort... Laat die plaat zien, Erik. Ja, we hebben een nieuwe plaat van de Shovels. Ja. Applaus voor de Shovels. Ja. En dat is muziek like in de jaren 60, maar allemaal nieuwe liedjes die ik zelf geschreven heb. Jullie spelen nu 60's muziek. De psychedelische 60's muziek. Wij voegen nog iets toe aan de jaren 60 eigenlijk. Ja, dus goed. Je had verschillende platen die in de jaren 60 zijn gemaakt. Maar een jaren 60 collectie is niet volledig zonder onze plaat. Ja. Er komt nog een vinyl van. Ik ontwaar een licht Limburgs accent. In sommige streken van Limburg zijn de jaren 60 nog steeds bezig trouwens. Hè? Ja, dat klopt. Dat moeten we ons niet laten zeggen, Erik. Nee, eigenlijk zijn we tijdreizigers. Zeg, maar de Galactico's, zware fan van die band ben ik. Daar zit ook wel veel rock'n'roll geschiedenis in. Een beetje surf, surfpunk, ook 60's muziek. Dus je bent daar wel gek van, denk ik dan. Hè? De klassiekers moet je natuurlijk kennen. Uh-huh. En die komen natuurlijk in de betere rockmuziek terug een beetje naar boven. Hè. Ja, zeg, je bent eigenlijk van opleiding architect. Heb je eigenlijk ergens al ooit eens een huis gezet? Of is dat nee, dat heb ik voorlopig nog niet gedaan. En ik ga het nog niet doen ook niet, want dat gaat fout aflopen, vrees ik. Maar je smijt je volledig in de muziek. Je hebt een aantal uitdagingen, want je bent dus de uitdager vandaag, Erik. Wat voor soort dingen, verklap het nog niet, wat voor soort dingen zal hij moeten doen? Het heeft allemaal te maken met muziek natuurlijk. Hij zal muzikale opdrachten moeten uitvoeren. Muzikale opdrachten, en die zijn redelijk muzikaal dan ook, hè? In deze muzikale quiz. Zeer goed, ja. Hier komt ronde nummer 1 en die heet Freak Me. Freak me, baby. 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 Ja. Freak me, dat wil, jij kent een behoorlijk woordje Engels, wil zeggen ja, behoorlijk geschrokken. Wanneer is de laatste keer dat je nog eens behoorlijk geschrokken bent, Siegfried? Toen ik juist hier... Behoorlijk als je hier binnenkwam, ja. Waarop slaat dat Freak me? Wat moet hij doen? Het eerste wat hij moet doen is een speciaal muziekinstrument bespelen, de Teezy Tube. En dat is uitgevonden door Matthijs. De Teezy Tube, ja. Van Belgium Got Talent. Oké. Okay. Maar jij speelt veel instrumenten, gitaar, dat ja, weet ik. Ja, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja. We hebben een filmpje van Matthijs Everts, heet hij, uit Genk. Die heeft zelf een instrument uitgevonden en dat heet de Teezy Tube. Ik ben Matthijs en ik ben 11 jaar. Ik heb vorig jaar meegedaan aan Belgium's Got Talent, waar ik bij het tweede ben geworden. Ik heb meegedaan aan de Teezy Tube. Dat is een zelfgemaakt instrument wat ik gemaakt heb met mijn mama en papa. En we hebben het eigenlijk proberen te stemmen zoals ik een piano gestemd is.
dingen erop gekomen? Want die buizen zijn dus allemaal gestemd, hè? Dus je hebt hier gewoon een soort van toonladder. Ja. Hoe ben je op dat gedacht gekomen? Ik wou vorig jaar meedoen, het vorige seizoen van Buizen Got Talent. Ja, en toen ging je naar Batibouw en je dacht, ik heb een idee. Nee, en ik was te laat met de inschrijvingen. Te laat, en ja. Ik wou eerst meedoen met mijn drum. Ah, ja. Maar dat vond ik niet meer speciaal. En toen heb ik dit gevonden op het internet en hebben we dat nagemaakt. Je hebt het gevonden op het internet. Je hebt het wel zelf een naam gegeven. Het heet de TZ Tube. Ja. Op wat slaat dat? Op school noemen ze mij ook Tieske. Of Ties. Matthijs Tieske. Ja. Ja. En dan heb ik het TZ Tube genoemd. Goed. Is het makkelijk te bespelen? Want hij moet het zelfs. Hij zit al te kijken. Moet ik daar nu in winden laten? Nee, het is met een soort van paletten, hè? Ja. Goed, demonstreer het even. Dames en heren, Matthijs Everts. Kom maar, hup. Dank je. Ik weet wie Shoki Maasin dit jaar moet boeken als toppack op Pukkelpop. Dat is de TZ Tube. Nu moet hij daarop spelen. Heb jij ook al een idee van een nummer dat hij daar moet op spelen? Maar hij zit hier te slikken, man. Jij liever dan ik, hè? Goed, welk nummer moet hij spelen? Ik zou hem graag Monster van Eminem en Rihanna willen horen. Van Eminem en Rihanna in één keer. Kan je me dat nog eens neurien zo? Ja. Ik het nog eens... Ja, dat is heel interessant nummer, ja. Dat is echt top, Rihanna. Op de TZ Tube. Gaat hij het halen of niet? Even proberen. Oké. Goed gestemd. Goed gestemd. Applaus voor Siegfried Smits. Ja! Oké. Ik vond het goed. Behoorlijk geslaagd. Dat is weer typisch muziek voor jou, denk ik, hè, Erik, Demi. Ja, Eminem en Rihanna, daar heb je alles van thuis. Maar vond je dit een beetje goed? Ja, ik vond het wel geslaagd. Ja. Ik zou het niet kunnen op zo'n ding spelen. Ja. Zeg, wat doe je daar nu mee? Ga je echt veel optredens doen? Want je bent nog heel erg jong, dus je moet nog naar school natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat jij toch wel als act heel tof en heel veel mensen kunt verblijden daarmee. Ja. Heb je ambities om later beroemd muzikant te worden? Ik wil graag later wil ik muzikant worden en goed, veel optredens doen. En welke instrumenten speel je nog, behalve dan het pijpensysteem van uw bomma? Ik speel nog drum, een beetje gitaar en piano. Goed. Een nieuwe ster is geboren. En natuurlijk even vragen, is hij geslaagd in zijn eerste proef? Voor mij wel. Siegfried Smits is geslaagd. En een applaus voor Matthijs Everts. Heel goed, bedankt voor het komen. En zo gaan we naar de tweede ronde. En die heet This Is How We Do It. This is how we do it. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dit is zoals wij het zullen gaan doen. Wat gaan wij dan doen? Hier in deze ronde sleur ik Siegfried mee op mijn eigen terrein. Dat is namelijk de jaren 60. Ja. Dus ik ga een cover doen van The Kings. Sunny Afternoon. Sunny Siegfried Afternoon. Moet daar een eigen versie van brengen. Zeg je dat iets? The Kings? Ja, ik ken het nummer wel. Maar we zullen zelfs eens zien. Hè, wat ik er... Heb je veel 60's muziek thuis? Een beetje, maar meer muziek van nu die geïnspireerd is op 60's muziek. Zoals? Pak nu bijvoorbeeld de Tame Impala.
Mm-hmm. Dat is een groep van langs. En de nieuwe grizzlybeer dingen zijn eigenlijk ook wel een de beetje... De nieuwe grizzlybeer. Ja. Ken je dat, Eddie? Erik? Nee, maar ik... Er zijn ook wel Eddie? Nieuwe groepen die ik goed vind. Like Jake Buck, die heeft ook wel goede muziek gemaakt. Goed, maar niet zo goed als de Kings. Nee, de Kings zijn de top. En de Beatles... Goed. Ga naar het podium, zeg eens even Lazy Sunny Afternoon. Sunny Afternoon. Sunny Afternoon. 1966. Ja, 1968. 66. 66. Oh. Ja, hoe oud was jij toen, Siegfried? Oh, min... min veel te veel. Ben je ingeplucht? Nee. Nee, even. Wel unplucked, maar toch bijna klaar. Goed. Uit 1966 van Ray Davies en zijn broer, de fantastische band The Kings. Zijn we klaar? Ja. Hier gaat hij. Erik is klaar geboren. Ja, Erik is klaar geboren, ja. Erik Debny, dames en heren. Wat op zich eigenlijk al een hele persoonlijke versie was van die Kings klassieker. Echt, maar het is een fantastisch nummer, hè? Het is een fantastisch nummer. Je kan dat eigenlijk niet verknallen, omdat het een goed nummer is. Ja, maar ik ben niet de beste zanger ter wereld, hè. Ja, maar uw persoonlijke uitvoering was zeer persoonlijk. Maar dan nu, Siegfried. Ben benieuwd. Siegfried Smeet, dames en heren, met zijn eigen versie van hetzelfde nummer. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, lazing on a sunny afternoon. And he's taken my all, he's taken everything I've got. All I've got is this sunny afternoon. Save me, from this squeeze. I've got a big fat mama trying to beat me. And I love to be so pleasantly. Live this life in luxury. Crazy and lazy on a Sunday afternoon. In the summertime. Een beetje meer jazzy. Ja. Maar ik vind wel goed met... Allee, heel goed gezongen. Heel veel persoonlijkheid, hè? Ja. Goed, goed, goed. Zeg, wat je volgt jazzstudio in Antwerpen. Ja. Dat horen we nu erin. Maar dat is toch totaal iets anders wat je met de Galactico's doet. Of ja, Roadburg. Dat is mijn grote liefde, hè. Jazzmuziek. Echt waar? Ja. En waarom? Dat het iets vrijer dat is doet in iets de... mee. Ja, om te spelen sowieso. En ik weet niet wat dat is. Er zit zoveel energie in, zoveel vrijheid. Mm-hmm. Voor mij persoonlijk. Goed. En als ik dacht, Erik speelde dat op zijn manier, dat ga ik niet kunnen evenaren. Ik moet daar iets van mij mee doen. En voilà. Goed. Ja, Erik, jij mag, en ik ga het zelfs ook aan het publiek vragen, jij mag eerst beslissen, een geslaagde versie? Ja, zeker. Wat vindt u dan? Zeker, ik vind absoluut een geslaagde versie. Siegfried slaagt ook geweldig in ronde nummer 2. Dus dan gaan we gewoon naar ronde nummer 3. En die heet Shout. Shout, shout, hey.
Ja, Shout. Ken je dat nummer nog? Shout, van wie is het? Tears for Fears. Tears for Fears, je bent toch op de hoogte. Wat gaan we nu moeten doen, de rest van het gesprek? Schreeuwend doorbrengen of waar slaat dat op? Shout. Ja, ik daag Siegfried uit om enkele nummers te spelen die het publiek roept. Man, man, ben jij zo'n levende jukebox en je nee, zegt... Nee, absoluut Marina, niet, en je begint... Latjati, potati. Als je mij een half uurtje geeft, dan zal ik dat ja, maar ja, dus gewoon, gewoon, mensen roepen iets en hij moet trachten de nummers te spelen. Ja, niet gemakkelijk, niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk. Je verheugt er nu al op dat hem nu serieus gaat buizen. Siegfried, ja, rustig aan de dag. En de mensen... Ja, begin allemaal na te denken aan titels voor nummers. U mag al beginnen roepen, want je gaat niet alles kunnen spelen. Zeg maar iets, een nummer... Led Zeppelin, maar welk nummer? Die hebben er wel meer dan twee, hè? Black Dog, Stairway to Heaven of Black Dog. Jij mag kiezen. Hé. Hey. Zoiets waard, hè, dat ene nog eens, hè. Ja, dus, Black Dog van Led Zeppelin. Vind ik redelijk geslaagd. Ken je nog iemand anders? Roep maar, hè. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, welk ja, ja, nummer? Wacht, ja, dingske. Oh, you go, go wide way, natuurlijk. Ja, ja, dat is het. Ja, heel goed, heel goed. Ja, 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 niet ja. Slecht, hè? Er zijn er al twee goed. En ja, roept u nog maar iets? White Stripes, welk nummer? Ja, ja, ja. Seven Nation Army, ja. Ja, we zijn al nu... Al ja, iedereen kent het. Dat, voilà, dat was het. Ja. Oké, volgende nummer. Ja. Wat hè? Paranoid van Black Sabbath. Oeh, zing eens, hoe gaat dat juist? Ja. Ja, ja, ja. Ja, jij moet dat kunnen. Jij lijkt een beetje op Ozzy trouwens. Ja, lijkt ik op Ozzy? Ja, of Ozzy lijkt op u. Is er nog een voorstel? Oh, wat? Oasis, wat? Wonderwall. Wonderwall. Ja, klopt, ja. Geweldig, geweldig. Bijna, hè? Ja. Nog eentje? Beat It. Beat It? Ah, ja. Van Michael Jackson, oké. Okay. Maar knal erop. Goed, goed. Ja. Goed, goed. Dat zijn er al een heel pak, hè? Dat zijn er al een heel pak, ja. De Rolling Stones. Een van hun twee nummers. Satisfaction, oké. Okay. Nog eentje of is het genoeg? Dat is genoeg. Hij is wel geslaagd. Hij is wel geslaagd, alweer. Dames en heren, Siegfried Smeets, alweer geslaagd. Hoeveel speel jij andere groepen na? Ik wil zeggen, als je zelf muziek maakt, dan speel je zo weinig mogelijk andere mensen na. Maar doe je dat wel eens voor de lol? Ja, thuis doe ik dat wel. Zoals al liedjes spelen en zo. Van de Hollies, de Beatles en zo. De Hollies? Doe jij eens eentje. Van de Hollies? Long Tall Woman in a Black Dress van de Hollies. Ik kan het niet meer. Ik kan wel Sorry Suzanne. Allee, Sorry Suzanne, dat is ook... En zingen, moet ik niet daar gaan staan dan? Nee, nee, blijf hier zitten. Alles duurt te lang. Make it if you leave me. I'm sorry, Suzanne, believe me. Ja, geweldig, hè. And I knew I was all alone. Forgive me, I still love you more. Ik tel ondertussen even de punten op. Dit doet verder weer. De punten voor ronde 1, ronde 2, ronde 3. You know I never wanted to. I'm truly sorry, Suzanne. Oh, nee, 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 dat is het. Maar één dat niet. Heel goed. Ik heb ondertussen even mijn persoonlijke computer laten werken. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, in deze eerste aflevering van Mike's Hub hebben wij de beste uitdager. Ja, die is toch wel Erik Debny. Oh. Want die vindt dat als uitdager geweldig gewonnen heeft. En de beste uitgedaagde is Siegfried Smeets. Jij wint natuurlijk ook de grote prijs. Siegfried, waar ben je mee bezig? Want Galacticos, Roadburg, maar nu is er Wiz. Ja, wat is Wiz? Wiz is een band die ik gevormd heb met Thibaut, mijn compagnon, ja, de Groet. Die we nu op televisie ook zien. Bij Ooit Komt Het Goed. Ooit Komt Het Goed, juist, ja. Met ook nog andere muzikanten. Ja. En wij hadden eigenlijk een heel aantal nummers samengeschreven. Mm-hmm. En we zeiden, we gaan dan onder
een naam doen. Alweer een ander project. Ja, omdat ja, rockmuziek, popmuziek, dat moet kloppen. En dat klopte niet binnen die andere bands. Dus we zeiden, we gaan het daarmee doen. Dus wat voor band is Wiz dan? Wiz is de betere mid-tempo rock. We gaan het horen. Geef hem een applaus, Siegfried Smees en meneer. Geweldig geslaag vanavond in deze eerste aflevering van Mic's Up. Hij gaat nog een live nummer spelen van Wiz met de band hier met Dory en Gray. Jouw plaat is wanneer uit? Vanaf 17 maart ligt hij in de winkels. Vanaf 17 maart. Ik dank ook Erik Debnie, dames en heren. En natuurlijk Matthijs Evers. Dat zijn TZ Tube. En onze band. En ze spelen nu samen met Siegfried het nummer Midnight Run. Ik zou u willen bedanken voor het kijken naar deze geboorte van dit geweldig nieuw programma. Mic's Up. Hier is Siegfried Smeets en Dorian Gray. Goedenavond. Girl, I caught your heart through a strange quotation. What happened to you, sweet girl? Is there a reason for your sudden dislocation? For trailing out, caught in the world. And why don't we combine your world and mine? Tripping on the same easy beat. Girl, now we're in this thing together. We should start seeking ourselves. Asking preachers to tell us something new. Perfectly in time, you and I, perfectly in tune. Behind the shields, wait, lost in the fields, great, all by yourselves on a midnight run. Together, we should start seeking ourselves. Oh, asking preachers to tell us something new. You and I, perfectly in time. You and I, perfectly in tune. Behind the shields, we lost in the